Een tijdje geleden maakte ik op onze Discord-server een kanaal aan waarop mensen hun portfolio konden delen. Zo konden ze een beetje vertellen van wat ze hadden en vooral ook waarom ze bepaalde posities hadden gekocht. En andere mensen konden dan daarop reageren. En ik had ook een oproepje gedaan van als je mij daarin tagt, dan kan ik ook mijn reactie daarin achterlaten. Of misschien wel samen met jou bespreken. Nou, Koen is de eerste die daarop in is gegaan. En in deze video heb ik dan ook een gesprek met Koen, een interview. Ik heb hem straks gebeld. En in een half uurtje tijd bespreken we een beetje van wat is zijn portefeuille, wat is zijn achtergrond. Dat we een beetje begrijpen ja, waar die vandaan komt, wat hij belegt, wat zijn doel is en dat soort dingen. En we gaan ook bespreken van welke aandelen heb je en waarom heb je ook vooral die aandelen. Want het is denk ik heel erg leuk en interessant om het verhaal van een andere kijker te horen. Dat je misschien wel heel veel gelijkenissen hebt met hem. Dat je je kunt inbeelden waarom hij dingen heeft gedaan. Dat hij dingen heeft meegemaakt. Ervaringen die hij met jou kan delen. Dus dat gaan we in deze video doen. Dit is hopelijk de eerste van velen. Dat er nog veel video's mogen volgen. En heb je na het kijken van deze video ook wel interesse dat we jouw portefeuille gaan bespreken? Kijk dan even onder deze video naar de omschrijving. Daar vind je alle informatie hoe we in contact kunnen komen om eventueel een video op te nemen zoals deze. Maar laten we niet langer wachten en beginnen met het interview met Koen. Met Koen. Goedemorgen, Ruud. Passief inkomen. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. Ik zou jou nog even bellen om te spreken over jouw portfolio. Komt het nou gelegen? Ja. Jazeker. Mooi. Je had me gisteren nog een actuelere screenshot gestuurd. Dus, klopt, inderdaad. Ik zal dadelijk even de screenshot laten zien hier. Maar misschien is het eerst even interessant om iets meer over jou te vertellen. Van, je heet dus Koen, maar hoe oud ben je? Woon je nog thuis? Dat soort dingen, omdat we een beetje een beeld krijgen van wat voor iemand ben jij. Zodat we een beetje begrijpen van de achtergrond achter jouw portefeuille uiteindelijk. Jazeker. Ja, ik ben Koen. Ik ben 23 jaar en ik woon in principe nog thuis. Ik ben eigenlijk vanaf mijn 16e al bezig met ondernemen. En eigenlijk vanaf afgelopen jaar een beetje een kijken van hoe kan ik mijn vermogen laten groeien in de komende jaren. Want als ondernemer kan je natuurlijk een pensioen opbouwen. Maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Maar ik doe het liever op deze manier met aandelen. Omdat ik het dan wat meer in eigen hand heb. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk ook de motivatie waarom ik ermee ben begonnen. Dus ook een beetje jouw doel is al beleggingen die je nu doet echt voor de lange termijn richting je pensioen? Ja, precies. De beleggingen die ik nu doe, die doe ik eigenlijk voor de lange termijn. Soms, ik volg het nieuws natuurlijk. Dus soms kies ik wel eens wat aandelen ertussen uit waar ik op de iets kortere termijn vertrouwen in heb. Maar ik doe het voornamelijk voor de lange termijn. Ja. En hoe heb je dit jaar ervaren bijvoorbeeld? Want hoe lang ben je al bezig? Ja, een paar jaar natuurlijk. Of? Nee, met de aandelen eigenlijk pas sinds dit jaar begonnen. Ik kwam terug op jouw kanaal en vanaf toen heb ik mijn account aangemaakt op de Giro. En vanuit daar ben ik eigenlijk begonnen met het selecteren en het zoeken van aandelen. Het was natuurlijk in die periode waarin ik ben begonnen, was natuurlijk een rommelig jaar, laat ik het zo maar noemen, met de coronatijd. Ja. Maar ik denk dat het ook veel kansen met zich heeft meegebracht en leuke instapmomenten heeft laten zien. Dus voor mij is het zeg maar eigenlijk een begin waar het nu in zit. Ik denk altijd, dat zeggen de mensen, je kunt beter dit soort situaties meemaken als je nog een klein bedrag hebt, dan dat je misschien een groot bedrag hebt. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, of merk je dat je... Ja, dat denk ik wel. Ik heb eigenlijk op het begin heb ik één bedrag wat ik had opgespaard genomen en heb ik toen geïnvesteerd in verschillende aandelen. Toen heb ik het eigenlijk op basis van mijn gevoel gedaan en ook een beetje gekeken van wat gaat wat brengen in de toekomst, wat gaat er gebeuren in de toekomst. En eigenlijk later, ietsje later, ben ik mij meer gaan realiseren van ik wil het toch echt voor de langere termijn gaan doen. En heb ik meer gezocht naar ETF's, de wat stabielere bedrijven. En zo staat het er eigenlijk nu voor. Ja, en merk je dan met, juist omdat je op de lange termijn richt, dat je dan juist zo'n maanden zoals afgelopen maanden, dat je dat anders beleeft? Want ik zie hier een positie bijna min 20%. Hoe ga je daar dan mee om? Ja,
op het begin was ik er natuurlijk echt iedere dag naar aan het kijken. Want voor mijzelf is het ook geen klein bedrag waar ik mee begonnen ben op mijn leeftijd. Mm-hmm. Dus dan ben je echt iedere dag aan het kijken. En wat doet het die dag plus 200, de dag erna min 300, dan weer een dag plus 180. Dus op het begin was ik wel echt dacht van, oh ja, wel echt een mindere dag. En echt een goede dag, denk je dan op dat moment. Maar uiteindelijk krijg je daar iets meer rust in. En dan kijk ik natuurlijk wel nog iedere dag, maar ik maak me een stuk minder zorgen erom als het omhoog of omlaag gaat. En ik heb me meer in mijn hoofd gezet dat ik het voor de lange termijn doe. Dus qua emotie beleef je het dan een stuk minder aardig dan dat je natuurlijk op korte termijn gaat denken. Ja. Maar voor deze periode, ik denk zeker dat het een interessant moment was om in te stappen. En ik denk, zoals jij zegt, van je kan dit beter nog met een klein bedrag meemaken dan dat je dadelijk een heel groot bedrag hebt waar het mee gaat schommelen. Ik denk dat het qua emotie dan iets meer met je gaat doen. Op in ieder geval met mij. Maar laten we hopen dan tegen de tijd dat het de volgende keer gebeurt, dat je al zoveel jaar meegaat, dat emotie dan, dat je kennis hebt en dan emotie niet echt een rol speelt, omdat je weet waarvoor je doet. Ja, precies. En ik moet zeggen dat dat bijvoorbeeld jouw video's daar ook wel in hebben bijgedragen. Dat je voor jezelf moet zeggen van, wat is mijn plan? Voor wanneer wil ik welk doel bereiken? Ik heb dan niet eigenlijk een doel in cijfers uitgedrukt, maar ik heb meer een doel voor mezelf van, ik doe iedere maand zoveel inleggen. Mm-hmm. En dan het voor later bewaren eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk wel een goeie. Want hoeveel leg je maandelijks in bijvoorbeeld? Is dat een vast bedrag of wisselt dat een beetje? Of af en toe wat extra? Of? Ik heb me eigenlijk voorgenomen om iedere maand minimaal €500 in te leggen. En natuurlijk ook met huidige periode. Er zijn natuurlijk dagen waarop alles heel groen staat. En dan kies ik er liever voor om eventueel nog een weekje te wachten. Dus het is niet zo van ik leg de 20ste standaard €500 in. Mm-hmm. Maar het zoekt me wel een mooi moment in de maand uit waarop ik weer kan instappen. En als ik die maand iets extra's overhoud, dan ben ik zeker bereid om dat ook in te leggen. Ja, mooi. En het is natuurlijk voor erbij, je hebt, neem ik aan, voldoende buffer om dit soort dingen juist te gaan doen, neem ik aan. Maar... Ja, precies. Ik heb wel voor mezelf voorgenomen dat ik er geen geld ga insteken wat ik eigenlijk niet kan missen. Nee. Dus dat is qua emotionele aspect denk ik ook wel fijn. Dat ik niet denk van, nu verlies ik zo en zoveel geld. Want ik denk dat je dat op het begin de eerste 2-3 dagen wel denkt. Als je dat zo op en neer ziet schommelen. Ja. Maar ik denk dat dat wel een goed principe is dat je met jezelf moet afspreken. Ja, dat denk ik. Dan heb je in ieder geval de goede basis. Inderdaad, niet dat je... Ja, dan schakel je emotie al voor een gedeelte uit. Omdat je weet, het geld wat hierin zit, heb ik niet per se binnenkort nodig. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar is goed. Laten we eens even kijken naar jouw portefeuille. Want ik heb hier die screenshot van de Giro voor me. Net geen €12.000 op dit moment. Nee, klopt. Met €750 in de plus. Dus dat is volgens mij een redelijk rendement van... hoeveel is het? Een procent of 6. Dus, klopt. Ik ben er nu denk ik zo'n 3 maanden mee bezig. Dus ik denk dat 6% rendement die 3 maanden wel een mooi resultaat is. Ja, dan zeker. En natuurlijk met... dat ik zeg van op het begin had ik veel losse aandelen gekocht. Waarvan ik later weer dacht van, ik ga toch wat meer zekerheid inbouwen. Omdat ik het voor de iets langere termijn wil doen. Dus toen heb ik ook weer wat posities gesloten. Ja. En wat aandelen verkocht. Dus qua resultaat is dat niet meestal heel positief. Als je de hele tijd gaat inkopen en verkopen. Ik ben in ieder geval geen daytrader. Maar ik denk dat uiteindelijk voor het begin dit wel een mooi resultaat is geweest. Ja, zeker als je een paar maanden bezig bent. Maar ik dacht het al te zien, want je stuurde gisteren deze screenshot. Een maand of zo geleden hebben we eerder contact gehad met... Had je toen een screenshot van een maand geleden, zag ik al wat posities veranderen, ja. Want volgens mij heb je bijvoorbeeld eerst ook nog Microsoft, Intel en ASR-verzekeringen gehad. Wat zijn redenen geweest dat je die hebt verkocht bijvoorbeeld? Microsoft, die heb ik nog altijd. Eigenlijk gewoon omdat het een vrije... Oh, sorry, die zie ik nou staan, ja. Ja. Ja, een vrij stabiel bedrijf is. En ik heb het vertrouwen erin dat het in de toekomst alleen nog maar gaat uitgroeien. Dat we alleen nog maar belangrijker gaan worden. Mm-hmm. En ASR heb ik op een gegeven moment toch een beetje een soort van financiële analyse gemaakt. En gaan kijken van
ja, wat wil ik nu eigenlijk? Op basis waarvan ga ik de aandelen kopen? En dus wat ik zeg, op het begin had ik voornamelijk aandelen gekocht waar ik veel vertrouwen in had en waar ik aan dacht van ja, later gaat het dat of dat doen. Maar ik heb eigenlijk nu meer de tactiek van ik wil minimaal 50% in ETF's stoppen en maximaal 50% in goede aandelen of in ieder geval aandelen waar ik zelf vrijwel van denk van ja, dat gaat groeien of dat is stabiel in de komende periode. En eerst had ik gewoon aandelen gekozen van een beetje in die sector, een beetje in die sector. En dat is eigenlijk ook een reden waarom ik ASR verkocht heb. Ik denk dat het niet nog heel veel groei gaat doormaken en ik heb meer vertrouwen in de technologie. Ja, je gaat dan meer iets meer risico, maar echt in een groei in plaats van iets meer veiligheid in de vorm van ASR bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, want wat jij net zei, je hebt ongeveer, probeer jij 50% of de helft in trackers, ETF's en de helft in aandelen. Dat zoiets dacht ik ook wel uit te maken, want de vorige keer had je 50%, 50-50. Nu zit volgens mij 60% in trackers. Dus misschien aandelen die je hebt verkocht, heb je misschien weer wat ETF's voor teruggekocht? Ja, precies. Dus eigenlijk ook omdat ik me, toen op het begin was ik echt iedere dag aan het lezen, aan het kijken. En het gaat natuurlijk heel veel tijd in beslag nemen. En ik heb daar buitenom ook nog mijn werkzaamheden. En het is natuurlijk een, iets passiever om gewoon in ETF's te beleggen dan in aandelen. Dus dat is eigenlijk ook een reden waarom ik dat gedaan heb. Ja, want ik zie nou een 9-tal aandelen en 3 ETF's. En vaak de aandelenposities, denk ik dat jij rond die €500 die je dan in een maand inlegt, een keer een positie neemt, lijkt me. Als ik het een beetje zo zie. Ja, precies. En op het begin had ik volgens mij een bedrag van €8.000 ingelegd. En ik deed dat voornamelijk in posities van rond de 500 proberen te houden en zo'n beetje te spreiden. Ja. Dus dat is eigenlijk de keuze van die 500. Ja, dat dacht ik al eruit op te maken. Het is op zich wel grappig als je naar iemand zijn portefeuille zo kijkt, dat je een beetje kunt zien wat waarschijnlijk iemand heeft gedacht of in welke tak van sport iemand misschien werkzaam is. Want ik zie bij jou aan de ene kant redelijk wat tech-aandelen. Ja. En dan zie ik een beetje farming, Pfizer, dus dat is richting de farmaceutische industrie. Ja, dat was eigenlijk, die farmaceutische industrie was eigenlijk meer een beetje gericht op het corona-principe van nu. Die farming groep is, zeg maar nog een hele lage koers. Niet dat dat altijd goed is, maar ik denk zeker dat in de toekomst nog wel omhoog kan. Of dat die nog wel een groter deel gaan uitmaken. Maar die positie is ook niet zo heel groot. Maar voornamelijk ook veel tech-aandelen, omdat ik daar ook wel veel vertrouwen in heb. En eigenlijk ook gewoon omdat ik jou volg. En jij zit ook wel redelijk in de tech-aandelen. Dus het is niet dat ik op basis van jouw video's direct de aandelen koop. Maar daar komen wel die ideeën vandaan om dit soort aandelen te kopen. Ja, dat is inderdaad wat ik meestal ook zeg. Van, gebruik het als inspiratie en ga nog verder je onderzoek doen. Maar ik zie op zich, op Tesla sta je niet heel veel in de plus. Maar is op zich niet raar de laatste maanden. Alfa doet het dan erg goed met plus 44%, zie ik. Ja, klopt. Die heb ik op een mooi moment aangekocht. En Tesla heb ik later vastgekocht naar die stocksplit. Ja. Maar het is in principe zo, denk ik, als Tesla omhoog gaat, gaat Alfa ook wel omhoog. Of niet altijd natuurlijk, maar ze zijn maar aan elkaar verbonden. Ja. Zo ja, klopt. De idee heb ik inderdaad ook, ja. Maar maakt het dan een stocksplit in één keer het aandeel wel interessant? Zou je bijvoorbeeld wel €2.000 betaald hebben voor één aandeel Tesla? Of wacht je dan echt de stocksplit af om dan voor €400-500 in te stappen? Maakt het dat interessanter? Ja, in mijn situatie maakte dat het wel interessanter. Omdat ik, zoals ik al zei, ik was begonnen met 8.000 en dan wil je toch natuurlijk een beetje strijden. En als je dan één aandeel Tesla koopt, dan heb je al meteen 25% van je portefeuille in Tesla zitten. Dus op basis daarvan is het zeker interessanter. Maar zou ik zijn ingestapt met een ton, laat ik het zo zeggen, dan had ik zeker ook Tesla erbij genomen. Ja, maar dan krijg je dus wel wat je merkte bij Tesla en ook bij Apple. Dat zodra de stocksplit wordt aangekondigd, schiet de koers omhoog. Omdat je weet dat er meer interesse komt. Want mensen die, net zoals jij, een paar €100 per maand in kunnen leggen, die kunnen dan toch één aandeel kopen elke maand bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ik heb hem niet direct met de stocksplit gekocht. Ik heb hem eventjes gewacht, want toen is hij ook nog een tijdje onderuit gezakt, volgens mij. Mm-hmm.
Ja, hij is van 500 op de stocksplit nou naar toen 400, uiteindelijk 380 gegaan zelfs. Maar... Ja, precies. En toen heb ik hem eigenlijk gekocht. En op een gegeven moment stond hij weer 250 in de plus. En omdat hij zo, zo aardig schommelde, heb ik hem toen ook weer verkocht. En later weer een tijdje later teruggekocht. Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk... Swingtrainer dus wel. Ja, dat was dus eigenlijk een klein beetje een daytrade. Maar dat was ook omdat ik op dat moment Tesla wel... Ja, op de voet volgde. Ja. En je kan natuurlijk nooit 100% zeker zien wat er gaat gebeuren. Maar met die schommeling dacht ik het wel goed te hebben. Uiteindelijk had ik het dat ook wel. Maar het is niet dat ik daar een dagelijkse sport van maak, zeg maar, om aandelen te kopen en dan bij te houden en proberen een week later te verkopen. Nee. Ik weet ook niet als de Giro daar het juiste platform voor is. Ja, dat vraag ik me ook ooit af. En denk dat het vooral interessant is voor de lange termijn, met de kosten ooit. Is het inderdaad wat lastiger. Nou valt natuurlijk bij Amerikaanse aandelen wel mee met 50 cent starttarief. Maar ik zie inderdaad wat jij ook regelmatig hebt, zoals Microsoft, als AMD, die koop je op de Duitse, op de Cetra-beurs. Daar is het €4, geloof ik, starttarief. Maar de reden dat je ze daar koopt in plaats van de Amerikaanse beurs is dat je in euro's doet, of? Ja, ik zit ook een beetje in de forex. En laat ik het zo zeggen, dat was wel een grote schommeling wat die dollar doormaakte. Natuurlijk ook met die presidentenverkiezingen. Mm-hmm. En ik had nu zoiets van, mij leek de euro wat stabieler. En in principe is het kopen van een aandeel toch altijd een gok. Maar mij leek het een kleinere gok om het in euro's te kopen dan in dollars. Ja, dan betaal je liever €3,5 extra in dit geval. Maar dan weet je dat... Maar dan heb je het valutarisico uitgeschakeld, wil je zeggen. Ja, een beetje op die manier dacht ik toen over. Ik weet niet of het echt de juiste manier is om op die manier te redeneren, maar op dat moment dacht ik er zo over. Ja, er zit natuurlijk wel een goed gedachte achter. Al moet je natuurlijk wel altijd, als je kleine bedragen doet, in de gaten houden dat natuurlijk die €4 best wel veel rendement ingeleverd kan hebben. Maar dan kun je naderhand natuurlijk ook verliezen met valuta dus. En dat dacht ik op het begin dus ook natuurlijk. Dat is wat ik eigenlijk zei. Op het begin had ik een beetje te veel gekocht en verkocht. En nu probeer ik het gewoon echt voor lange termijn vast te houden. Dus dan maakt die ene keer dat je het dan koopt iets minder uit. En dat je het nu koopt die €4 betaald. En over een 5 dagen of zeg maar over 3-4 maanden koop je het weer. Ja. En met Alphen sta je, wat ik zei, 44% in de plus. Met Cisco sta je 18% in de min. Hoe denk je over die twee posities? Ik denk dat Cisco sowieso nog wel goed gaat komen. En ik was eigenlijk sowieso van plan om niks in de min te gaan sluiten. Sowieso geen positie. En ik wil die Cisco eigenlijk ook voor de lange termijn gewoon aanhouden. Dus wat ik zeg, ik denk dat de technologie steeds meer, gewoon nog steeds belangrijker gaat worden en een steeds grotere rol gaat spelen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik toen Alpha heb gekocht. En op Alpha heb ik toen ook wat meer naar de financiële cijfers gekeken op dat Yahoo Finance. En op basis daarvan heb ik toen die beslissing genomen. Maar uiteindelijk kwam het idee natuurlijk vanuit een van jouw video's. Waaraan ik dacht van hij heeft gelijk, dat is inderdaad wel een heel interessant aandeel. En toen ik ook die cijfers bekeek en toen stond het aandeel ook nog relatief laag, toen heb ik Alpha gekocht. Ja. En Cisco heb ik volgens mij eigenlijk al vanaf het begin. En toen, eigenlijk toen ik het kocht, is het alleen maar omlaag gegaan. En ik was gewoon niet van plan om het in de min te gaan sluiten. En ook omdat ik er gewoon vertrouwen in heb dat het in de toekomst zeker nog wel meer gaat worden. Ja, is het dan wel iets wat je bijvoorbeeld, als het nou nog iets verder zou dalen of rond deze koers, zou je het dan nog bijkopen om juist je gemiddelde aankoopprijs omlaag te krijgen bijvoorbeeld? Dat is wel wat ik probeer. Ik probeer gewoon als aandelen extra laag staan, dan probeer ik ze gewoon in plaats van te verkopen gewoon bij te kopen. Ik weet niet meteen als ik het in Cisco ga doen, want mij leek de trade desk, die staat nu in principe ook relatief hoog. Ik heb daar momenteel wel veel interesse in, omdat ik zelf ook met e-commerce bezig ben en... het idee wat daarachter zit, vind ik gewoon echt een heel goed idee. En ik denk dat dat ook in de toekomst gewoon echt uitgevoerd zeker gaat worden. Of dat er heel veel gebruik van gemaakt gaat worden.
Dus ik weet niet meteen als ik Cesco nog ga bijkopen. In een positie dat het, zeg maar in een koers dat het nog lager staat. Maar ik denk eerder een ander aandeel, maar ik sluit het niet uit in de toekomst. Nee, want de Trade Desk is eigenlijk met advertenties alleen dan wat privacyvriendelijker dan Facebook en Google en die dingen, toch? Ja, precies. Ik denk dat steeds meer tegenwoordig digitaal gaat gebeuren. Dus voornamelijk ook verkoop van producten. En heel veel mensen zijn daar momenteel actief in de e-commerce. En ik denk dat dat alleen nog maar meer gaat worden. En dus ook de Google-advertenties, de Facebook-advertenties. En daarentegen wordt de privacy wordt natuurlijk steeds belangrijker. Dus ik denk dat die combinatie gewoon een boost gaat geven aan de koers van dat aandeel. Ja. Ten slotte nog eventjes over jouw trackers, want we hebben nou de aandelen een beetje gehad. Wat me opvalt is ten eerste dat je hebt tot drie ETF's. Je hebt zowel Vanguard, All World als de S&P 500. Wat is de reden dat je bijvoorbeeld beide hebt? Of in dit geval zelfs de S&P nog het bijna dubbele van All World? Ja, ik had daar niet echt meteen een hele goede reden voor. Ik heb toen in eerste instantie volgens mij de S&P 500 gepakt. Of nee, eerst de All World. En gewoon om de spreiding destijds wat groter te maken. Mm-hmm. En die S&P 500 die heb ik later gepakt om, omdat ik eigenlijk ook in een van jouw video's zag ik... Maar dat die dan bij de kernselectie zaten. Volgens mij zitten ze alle drie bij de kernselectie. Maar ik heb eigenlijk naar de afgelopen jaren gekeken wat die S&P 500 heeft gedaan. En toen zag ik dat die 8-10% gemiddeld rendement had gemaakt. En dat was eigenlijk juist in de periode dat ik wat meer zekerheid zeg maar, in mijn portefeuille wou hebben. Mm-hmm. En vanuit daar heb ik meer S&P 500 aangekocht. En die All World heb ik eigenlijk aangekocht gewoon puur op het begin om de risico's te spreiden. Ja, omdat eigenlijk de All World zit natuurlijk voor 60% al in Amerika. Alleen heb je natuurlijk met de S&P 500 echt specifiek 500 bedrijven. Maar natuurlijk ook heel veel techbedrijven waar jij waarschijnlijk geïnteresseerd in bent. Ja, precies. Zoals ik al zei, ik probeer een beetje zekerheid in te bouwen en zoveel mogelijk in de tech te investeren. En ik vond dat die twee trackers daar het meest op aansloot. En dan heb je de Vanguard All World, maar je hebt ook HSBC World. Wat is de reden dat je die bijvoorbeeld erbij hebt gekozen? Eigenlijk ook weer een gedeelte spreiding. Ik weet dat het niet zo heel veel uitmaakt, denk ik, als je in qua spreiding welke tracker je pakt op basis van deze drie. Maar eigenlijk ook gewoon de kosten. Op basis van de kosten heb ik die van MSCI gepakt. Ja, oké. Ik dacht zelf namelijk, HSBC heeft een lagere koers, dat het misschien interessanter is om er makkelijker een paar van te kunnen kopen in plaats van de All World die zeg maar vier keer zo duur is bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat zou inderdaad ook een goede reden geweest kunnen zijn. Ik heb het, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd waarom ik dat aandeel heb gekocht. Maar ik weet sowieso voor de spreiding. En inderdaad, de koers is tegenover die andere twee ook vrij laag. Dus het kan inderdaad zijn dat ik op dat moment dacht van een iets goedkoper aandeel om het zo te zeggen. Ja. Ja, leuk. Mooi om te zien en vooral het verhaal erachter te horen. Want ik denk dat je wel redelijk een plan voor ogen hebt, een doel, maar ook redelijk goed omgaat met je risico, lijkt me zo. Wat je zegt, de helft doe ik in ETF's, de helft doe ik in aandelen waar ik iets meer risico neem. Misschien nog wel een paar losse aandelen zoals Tesla, als Virgin, waar je sowieso extra risico loopt, maar mogelijk ook wat meer rendement maakt op de lange termijn. Ja, ik denk met dat Virgin Galactic ook, dat het gewoon eigenlijk een soort, zeg maar het idee is niet vergelijkbaar met Tesla, maar ik denk dat het wel zo'n soort aandeel is dat nu nog gewoon heel speculatief is. En als het inderdaad wordt uitgevoerd in de... In de komende jaren, dat het dan echt ook gewoon een groot aandeel kan worden. Ja, leuk. Maar ik ben eigenlijk begonnen toen ik zag van ik wil wat meer met mijn geld doen. Ik wil mijn geld laten werken, laat ik het zo zeggen. En toen ben ik eigenlijk te snel gestart, eerlijk gezegd, met het kopen van allemaal losse aandelen. En naarmate ik meer informatie en meer video's te zien kreeg, en ook een beetje meer in de gaten kreeg van hoe werkt het nu precies, het selecteren en het kopen van een aandeel, dat ik vanuit daar
bewust de keuze hebt gemaakt om iets meer zekerheid in te bouwen. En daardoor bepaalde aandelen hebt verkocht en ook bepaalde aandelen hebt aangekocht. En gewoon het risico in die groeiaandelen wil zetten in bijvoorbeeld aandelen als ASR, waar niet heel veel potentieel meer in zit, naar mijn mening. Maar dat je wel nog altijd een risico kan lopen dat het nog altijd omlaag gaat. Ja, ja. En dat is misschien wel een leuk om de video mee af te sluiten van, heb je nog een tip aan kijkers van wat heb jij geleerd of wat heb je beseft wat heel erg belangrijk is of wat heeft jou geholpen de laatste maanden? Ja, voornamelijk denk ik als je begint gewoon ETF's aankopen. Voornamelijk ook als je nog niet precies weet hoe je een aandeel moet selecteren, hoe je een aandeel moet valideren en kijken van, ja, wil ik dit aandeel wel? En dat je dan gewoon beter voor een ETF kan kiezen, omdat ja, ook wat de afgelopen 30 tot 50 jaar hebben laten zien, dat het gewoon sowieso wel stijgt. Dus dat het eigenlijk altijd wel een mooie investering is om een ETF te kopen. En naar basis je meer video's kijkt, meer informatie krijgt, dan pas naar losse aandelen te gaan zoeken. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om een bepaald aandeel te kopen als je inderdaad ook in jouw video's ziet van, ja, Ruud zegt van, dit is een leuk aandeel om het dan gewoon meteen te kopen. Maar ik zou eerst voorstellen om eerst ETF's te kopen en later pas als je meer kennis hebt, te gaan verdiepen in losse aandelen. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat ik altijd zeg. Dus ik denk dat ook wel de beste methode is. Want anders krijg je natuurlijk, je kunt heel veel geld verdienen als je het goed doet. Maar je kunt ook heel veel geld verliezen natuurlijk op het begin. En als je dat meemaakt, dan ga je waarschijnlijk de rest van je leven nooit meer beleggen. Dus... Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een beetje gokken. Ja, het hele het is eigenlijk sowieso gokken. Maar ik denk als je een ETF koopt, dat het gokgedeelte gewoon kleiner is dan een aandeel kopen. Ja. En dat je het gokgedeelte ook gewoon kleiner maakt als je kennis over de aandelen hebt die je koopt. Ja. Dus ik zou zeggen, beperk op het begin gewoon het risico. En dan krijg je sowieso al een beetje kennis over het platform, de Giro of een ander platform. En op basis dat je die ETF's gaat volgen, krijg je sowieso ook informatie mee van losse aandelen. En kan je op basis daarvan gewoon losse aandelen gaan selecteren. Ik denk dat dat wel een belangrijk ding is voor de beginnende belegger. Ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat ook wel een mooi advies is, een mooie tip is om de video mee af te sluiten. Dus ik wil in ieder geval bedanken dat je vrij snel reageerde al meteen op het oproepje wat ik volgens mij toen via onze Discord had geplaatst. Dus laten we hopen dat meer mensen dit willen doen. Want jij zei het zelf ook al van, ik doe dit natuurlijk omdat je het interessant vindt om het bij andere mensen te zien, mensen te inspireren misschien. Dus. Ja, zoals ik al zei, ik denk dat er meer van dit soort video's zijn en een soort gelijke, denk ik. Hoe ik al tegen jou zei, van in de e-commerce doen ze ook webshops van elkaar reviewen. En ik denk dat dit ook interessant is voor beginnende beleggers om te horen waarom ik bepaalde keuzes maak en waarom ik bepaalde keuzes niet maak. En dat mensen zich daarin kunnen vinden of niet. Ik denk dat dat wel een leuke video kan zijn. Ja, nee, ik denk dat het een prima eerste video is voor deze serie. Dus laten we hopen dat er nog meer mogen volgen. Ja, zeker. Ik hoop het ook voor jou en natuurlijk ook alle kijkers. Ja, helemaal goed. Wil ik jou in ieder geval bedanken? Ja, ik wil jou ook bedanken voor alle video's. En zo zeggen, we spreken elkaar vast nog. Ja. En tot zover dus het interview met Koen. Ik vond het zelf heel erg leuk, inspirerend om het te horen. Juist het verhaal erachter. Ik vond het ook wel leuk om te zien, als je zijn screenshot bekijkt, dat je al een beetje in kunt schatten voor wat voor iemand is het. Tenminste, wat voor strategie heeft hij? Hoe deelt hij dingen in? En dat kwam ook wel een beetje uit. Ik weet niet of dat altijd het geval is. Maar in dit geval kwam het wel een beetje overeen met het beeld wat ik had. En zoals gezegd, ik hoop dat ik dit nog vaker mag doen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat vooral dat even weten met een duimpje omhoog en in de reacties hieronder. Weten wat je ervan vond. Mocht je nou zelf interesse hebben om ook aan zo'n video mee te doen zoals deze, dat we jouw portefeuille gaan bespreken, kijk dan even in de omschrijving onder deze video om een manier om in contact te komen. En heb je nog reacties of tips of andere dingen, laat dat ook vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee dus aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Wil je nog meer van dit soort video's zien? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik even onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag weer bij de volgende video weer te zien.